Voordat deze video begint, zou ik jullie graag eerst willen bedanken voor alle support en alle steun de laatste week. Ik wist niet echt wat ik moest uploaden, omdat de laatste week voor de rechtszaak was dat ook het enige waarmee ik in mijn hoofd zat, dag in, dag uit. En dan is de dag daar en dan spreekt de rechter niet eens iets uit. Zegt hij dat we nog moeten wachten tot 22 februari, tot er echt een uitspraak komt. Dus dat was mijn hoofd gewoon weer gevuld met vraagtekens en fucking stress. En ik wist niet echt wat ik moest doen. Ik was eigenlijk gewoon geblokkeerd na die rechtszaak. En net toen belde Enzo om te vragen of ik mee wil op skireis om even mijn gedachten te verzetten. En dat was het beste wat ik kon doen. Ik heb even niet geüpload, omdat ik even gewoon wou uitwaaien in de bergen, om het zo te zeggen. Maar dat is zeker gelukt. Het is hier super chill. Want dat betekent niet dat we niet gaan uploaden. En dat betekent zeker niet dat ik niet gefilmd heb, want ik heb heel mijn setup mee. Ik heb hier een super vette video voor jullie. Vergeet niet te liken en te subben. En laat een commentje achter als je het leuk vond. Ik hou van jullie. Ga niet van deze video, man. Jojo! Ga hem eruit rijden onder het raam naar beneden. Ja? Ja? Hey, wacht even. Maar... kan er iemand naar mijn drive zetten? Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Yo, YouTube, Ace hier. Welkom bij deze nieuwe video. Knolman is ziek vandaag. Hij heeft iets in zijn nek. Wat dus betekent dat ik de vlog overneem vandaag. Maar let's fucking go. Ik mocht van Enzo niet met de auto rijden. Maar Enzo is er niet nu. Dus let's get it, man. Ja, maar kijk deze. Kijk deze. Hey, Stefan, is alles oké daar vanachter? Nee, ik heb die tas, man. Let's fucking get it. Vergeet niet te liken en te subben op deze video. En dikke shout-out naar Ski Amadee om ons uit te nodigen in het prachtige vlaghout. We gaan er een topdag van maken. Hey! 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 Welkom bij Pornhub Gaycasting, man. Get in the trunk. Hey! Yeah, hey, boys. Welkom bij Pornhub Gaycasting. Vandaag gaan we een topdag hebben, man. Let's get it. Wat? Kom maar. Patat. Ja, de knolman is ziek, dus vandaag vlog ik. Waarom patat? Ik mis Enzo nu al, gast. Nee. Ik ben nu al zat. Jullie dachten vandaag een dagje zonder camera. Ja, lekker. Nope, toch niet. Ik krijg mijn kans om een video te maken van ons. Het is toch een wat andere vlog dan Enzo maken. Ja, het is een andere vibe vandaag. Het is een andere vibe, ja. Ja, zeker. Nee. Nou. Oh, we zijn net begonnen. We zijn één keer naar boven gegaan. Ik ben iedereen kwijt. Je kan niks zien. Het is alsof je gewoon in de abyss aan het snowboarden bent. Het cool ding is, de sneeuw is fucking insane. De sneeuw is marvelous. Ik heb nog nooit zo'n diepe sneeuw op een ongeprepareerde piste gehad. Het kut is natuurlijk dat ik iedereen kwijt ben. Ja, dus ik heb nu proberen af te spreken met iemand bij de lift, want iedereen is elkaar kwijt. Dus ik moet nu naar het eitje. Probleem is, ik heb ook geen flauw idee waar ik ben. Ik heb geen idee waar ik uitkom als ik naar daar ga. Ja, een rough one. Maar we gaan checken of we Jelmer kunnen vinden, want ik heb natuurlijk de beste cameraman ooit nodig. Dus get it. Jelmer! Jelmer! Hier! Ik ben hier! Ja! Het is hier beter. Als ik 500 meter zak bij de liftjes... Hier is er wel vision. Jelmer! 1 van de 6! 1 van de 6, welkom weg. Ik ga niet drinken. Nee, ik ga niet drinken, maar ik snap niet dat iedereen nu iets gaat drinken. Ik wil eigenlijk heel graag een stukje diep of piste gaan. We kunnen wel tussen een paar boompjes. Toch? Klein beetje. Fuck it, misschien moeten we het toch doen. Fuck it, let's go. Wow! Kon ik jullie maar het gevoel geven dat je krijgt als je zo diep in het bos bent op ongesnowboarde sneeuw. Kon ik het jullie maar laten voelen hoe zacht dat dit voelt. Want dit is uiteindelijk hoe dat moet voelen. Als je op de piste bent, is het hard en zo. Maar dit is gewoon zacht. Alsof dat je door boter aan het snowboarden bent. Hé, hey, jammer! Wat ben je daar allemaal aan het doen, man? Lekker, Arctic op! Dit is zo sick. Hij heeft de FPV-drone mee. Waarmee dat we nu door het bos gaan vliegen. Om een paar parachutes te pakken. Hij heeft zo'n virtual reality bril aan. Waardoor hij eigenlijk door de ogen van die drone checkt. En dan gewoon in first person gaan vliegen, man. Insane. Oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. Insane. Hello. Wow. Yo. En hij zit gewoon daar. Ik voel die zo nat. Crazy. Let me go!
bananen, boep bananen, boep bananen, boep bananen, boep bananen, boep bananen. Ah, ha ha, ha, ha. Ja, ha 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 ha, ja, we made it. Ik ben al nooit zo blij geweest om je voor de derde keer te zien vandaag. Shit. Holy shit. Ah, we waren iets te diep gegaan. Weet je wat het probleem is? Check hoe mooi dit is. Check hoe mooi dit stuk of piste was. We hadden vroeger moeten stoppen. We hadden misschien al 100 meter hiervoor eruit moeten gaan. Maar het was te hot. Het is veel te nice om te stoppen. En als je dan even moet klimmen door de diepste sneeuw, dan doe je dat toch, man. Fucking pussies. Let's get it. Het is tijd voor een snack nu. Mr. Knol is in het restaurant. Hij is aan het wachten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we hem ook een volle update geven. Van hoe hard dat we drippen zijn vandaag. En wat een grote fout hij heeft gemaakt om niet mee te gaan vandaag. Let's go. Ja, maar dit betekent dan toch niet dat je niet mag? Nee. Dit is gewoon... Dit is een waarschuwing. Dit is een waarschuwing. Daar een lawine kan ontstaan. We hebben hier de lift. Daar is de piste. Maar daar, Jelmer en ik hebben al dagen een natte droom van wat er daar achter schuilt. En het is al heel de dag te mistig om het te kunnen zien. En nu gaan we voor de eerste keer zien waarom al die lawineborden hier staan. Wat is er achter deze heuvel? Ik ben benieuwd. Oh. Maar er is altijd één belangrijke vraag. Kom je eruit? Kan je hieruit? Doe eerst een snack, dan komen we terug. En dan gaan we beslissen. Ver? Even goed checken in die lift. Ja, dat is cool. Hallo mensen. De camera is kapot. Het kon ook niet anders. Fucking water in mijn lens. Kutzooi, man. Kak. Ja, het kon ook niet anders, snap je? Het ging al te lang goed, waardoor dat de sneeuw gewoon letterlijk in mijn lens zit. Ik doe hem de hand in de handdoek en steek hem los in mijn rugzak zonder kapje. Dat kon niet goed gaan. Is toch lang goed gegaan. Top shit. Nu gaan we onze missie verder zetten. Het weer is beter. De kwaliteit is top. En de mist is weg. Heel dit stuk, de linkerkant, alles links van de oranje lift, is ons gebied vanaf nu, man. Hopelijk komen we over het kleine bergje. Ik denk dat het gaat lukken. Super hype. En Knolman is er ook, man. Knolman. Applaus voor Knolman. Ik heb een mooie transitie voor je vlog. Ja? Ja, let op. Zijn jullie er klaar voor? Komt-ie. 3, 2, 1. Wow! Haha! Dit is nog veel beter dan de vorige keer. Wow! Ik zou graag nog een laatste groet uitbrengen aan jullie voordat we in de diepe end gaan. Ik hou van jullie, maar het is heerlijk, topreis. Steve, Dennis, Ciao. Michel. Nog mayonaise. Nog meer mayonaise. Ja. Stefan. Nog een mayonaise. Lekker. Dames en heren, zoals ik daarnet al zei, als de zon erdoor kwam, als Lola hallo kwam zeggen, dan was het natuurlijk tijd om dit dikke stuk naast de lift te pakken. Er is een stuk waar we al heel de weken naar aan het kijken zijn. Er is een stuk elke keer als we in deze lift zaten, dat we dachten van damn. Als er veel sneeuw valt, dan gaat dit het topstuk zijn. Dus we gaan dit proberen, man. Hopelijk hebben we nog snelheid. Hopelijk komen we door dit iets plattere stuk. Want ik zie hier eigenlijk enkel skisporen. Want daar hebben we een snowboarder. Daar hebben we een snowboarder die het aan het proberen is. En hij komt er wel, denk ik. Of is hij al fucked? Oh god. Nee, hij komt er wel. Hij komt er easy. Hij komt er easy. Snowboarden is niet gemaakt om op de piste te gaan. Snowboarden is echt gemaakt om in deze sneeuw gewoon te knallen, man. En fucking veel snelheid te pakken en lekker te gaan. Let's go! Lekker! We zijn op de plek waar we daar net ook waren. Het is volledig opgeklaard. Het ziet er tof uit. Er is ook al een klein spoor van mensen. Daar zijn er mensen op de berg geklommen. Die nog een stukje hoger op de piste gaan. Die nog meer poeder gaan meepakken. I was better, I got better. I know.
is niet kapot. Wat een dag. Wat een dag, man. Jaumer, wat een dag, bro. Ja, dat was fucking vet. Even kijken, hoe werkt deze auto? Oh. Ja, lekker. De auto aan het hotel, iedereen is al daar. Omdat de piste lag eigenlijk echt kut. De sneeuw op de piste was eigenlijk echt ijs. Je moest buiten de piste gaan om een beetje plezier te hebben. Anders was het gewoon kut. Anders was het gewoon heel de tijd. Maar goed, wat een topdag. Wat een zuivere topdag. Ik ben echt blij dat ik tot vandaag gewacht heb om te filmen. Maar vandaag was de coolste dag om te filmen. We hadden de meeste opties om gekke shit te doen. Nu gaan we naakt in de sauna met de boys, man. Wintersport 2024. Alleen maar naakt in de sauna, man. Woe! Oh, dan zijn we ons fucking sleuteltje nog vergeten van de kamer ook. We hebben geen pas mee. Dus hopelijk is er iemand. Hallo? Hallo? Oh! Oh, is dat hier? Klonk als Myron, hè? Ja! 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 Hier is iemand! Ja, ik dacht misschien denk ze dat het fucking roomservice is. Yes, mine, ben nog nooit zo blij om je stomme te zien. Ah, haha. Beste gevoel van de dag. Ik zag het al jaren. Maar dit. En dan heb je nog een tweede keer genieten als je die natte sol. Daar word je even stijl van, man. Ja, man! Ja. Group masturbation starts in 5 minutes. Hey. Right, we gaan naar de spa. Het is belangrijk. Dat spieren na een harde dag snowboarden verzorgd worden. Dus vandaag nog even sneeuw stretchen, man. Echt wel mooi. Ja, dat was niet chill. Het is niet zacht. Het is niet zacht. Het is niet zacht. Ik zag weer een cartoon voor me. Ik dacht, ik ga gewoon zo Spider-Man in de sneeuw. Heb ik gedaan. Ik heb het gevoel dat ik overal schaafwonden heb. Dit is van nep tegen. We hebben een jacuzzi in de back. We hebben een sauna boven. Daar moet je naakt in. En dan hebben we hier een koud zwembad, man. Have fun. Bam! De sauna boys! Besef, ze staan daar allemaal. De sauna is hierboven. Je hebt daar een afgedekt stukje raam. Ze staan daar allemaal in een blote fucking flikker, man. Wintersport 2024 met de boys naakt in de sauna. Je staat hier te ballen met je kinderen. Terwijl staat Michel hier naakt. Wat doe je al? Boys met de boys. Yo, yo, yo. Nou, ik vind het zo met de boys. Schiet in hem met de boys. Straight van de fucking sauna. En het fucking ijsbad, man. Let's go. Ga je erop staan? Ik ga even kijken. Ready? Ja. Ja. What the fuck? Crazy. Ja, lekker. Nu is nice. The back rooms, bro. Wat zou er zijn bij die deur? Dit is echt insidious shit, man. Dit is horrorfilm shit. Hoeveel keer dat ik al gedroomd heb. Dat ik naar de deur aan het lopen ben en elke keer als ik erbij ben, gaat hij weer verder weg. Ik denk dat dat mijn nachtmerrie is dat ik al het meest had. Maar wat zit er achter deze deur? No. No! 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 Stop! No! Zo is die fucking droom. Fucking para. Zoals jullie konden volgen op mijn Instagram, heb ik hier een nachtje doorgehaald om deze video te kunnen maken. Dit is de setup waar dat allemaal gebeurd is. Met mijn benen geplooid, de andere van het bed. A very nice position. Ik heb mijn muis mee van thuis. Daar hebben we een hele hoop kleren. Daar ook. Deze rare Mortal Kombat Astro's, man. Top setup. Ik ben vandaag dan ook niet mee kunnen gaan met u naar buiten. Omdat ik nog een paar dingen moest doen. En omdat de wifi hier niet zo goed is. Dus het is moeilijk om die video's te uploaden en alles rond te krijgen. Maar het is gelukt. De video is af. En ik hoop dat jullie hem vet vonden. Ik vond hem super nice. Ik heb muziek gebruikt van mijn goede vrienden Joost en Louis. Die kan je onder de video checken. Bedankt om te kijken. All the love. All the fucking power. En tot de volgende keer.
Jojo! Here, check the bomb.